Hallo vrienden, leuk dat jullie kijken. Hier is Renze Ras met een spliksplinternieuwe vlog. Nummertje 380 alweer. Dikke duim hoog voor jullie allemaal. Ik heb groot nieuws. Ik ga vandaag naar de hoogste toren van de wereld. De Dream Tower wordt feestelijk geopend. En raad eens waar die staat? Ja hoor, hij is gebouwd in... Jinsum! Jongens, los Renze Ras! Dat wordt vet cool mensen. Mark Zuckerberg, de oprichter van Dreambook... heeft mij persoonlijk uitgenodigd. Met een heleboel andere beroemdheden natuurlijk. Zeker weten dat het hem is. De echte Renze Ras! Het wordt gehyped en meegepakt. Daarboven in de wolken en ik... Oh nee, nee jongens, laat mij. Help! Ze laten ook nooit met rust. Sorry vrienden, blijf me volgen. Dat gaat me te gek over worden. Laat hem! Vanaf het moment dat Mark Zuckerberg werd geboren, keek hij al omhoog. Vanuit zijn wieg zag hij de wolken en hij droomde er toen al van in die wolken te zijn. Niet zo gek misschien, met een vader die hijskraanchauffeur was en een moeder die een hoge functie had bij KLM. Mark bleek een bijzonder kind. Van jongs af aan wilde hij hoger op, hoger en hoger, naar de top. Hij bouwde boomhutten in de hoogste bomen en zat regelmatig op het dak te staren naar de hemel. Zijn ouders waren als de dood dat hij een keer zou vallen. Ten einde raad haalden ze er een psychiater bij. Die vertelde dat Mark een volkomen normaal kind was, maar wel een dromer. Bovendien was Mark bijzonder intelligent. Hij vierde zijn afscheid van de basisschool met een zelfgeschreven groep 4 musical en kwam van het gymnasium toen hij net 13 jaar was. Terwijl zijn vriendjes zaten te gamen, ontwikkelde Mark juist zijn eigen games. Hij was een echte computerwizard en werd er al gauw schatrijk mee. Maar hij bleef een dromer en startte toen het sociale platform Dreambook. Tegenwoordig zitten er dagelijks miljoenen, misschien wel miljarden mensen op Dreambook, waar ze hun dromen met elkaar delen. En zo kon Mark ook werken aan zijn eigen droom, de hoogste toren van de wereld. Hij liet de beste architecten ontwerpen maken, nodigde wolkenkrabberspecialisten uit Amerika en Dubai uit en koos het mooiste ontwerp. Uiteraard het ontwerp waarbij de toren het hoogste was. Het afgelopen jaar is er heel hard gewerkt en nu bent u erbij op het dak van de hoogste toren van de wereld. De Dream Tower. We wensen u veel plezier.